Test, hij doet het. Goedemorgen, dit lied zou het lied van Nebukadnezar kunnen zijn. Die heeft het geleerd, wat een God, de God van Daniël. Goedemorgen, in 2022. Ja, ook de kijkers thuis, ik zwaai even, er zijn drie camera's, hopelijk ziet u me ergens. Fijn dat u verbonden bent met ons, verbonden wilt zijn. En ik wens u allemaal een gelukkig 2022. Net zo gelukkig als het voorgaande jaar. Was dat gelukkig? Ik heb gelukkige kinderen gezien in China. Met een beperking, maar met een big smile. Zij zijn gelukkig. En ze hebben zoveel niet. Wat is dat eigenlijk? Geluk. Gelukkig nieuwjaar. Ja, zou het. Aan alle kanten loopt het wereldgebeuren vast. Het klimaat. Ik ben zonder handschoenen hier naartoe gegaan. Het is toch januari? Ja, maar allemaal records worden gebroken. Het klimaat, de economie, de gezondheid, de wapenwetloop, voedselverspilling en voedselgebrek, natuurrampen. Ruim 83 miljoen vluchtelingen. Even tot me door laten dringen. 83 miljoen vluchtelingen. Hoe bedoel je gelukkig nieuwjaar? COVID-19, corona. China die zegt, ik wil Hongkong erbij. En Rusland zegt, doe mij maar de Oekraïne. Waar loopt het op uit in het volgende jaar? Het wordt tijd om in te grijpen. Het wordt tijd voor de Great Reset. Mag ik het eerste plaatje? De Great Reset. Mijn collega Visser die heeft hierover gepreekt in Middelburg. Nou, dat heeft hij geweten. Dat heeft een storm van reacties opgeleverd. De Great Reset. En dat is nogal logisch, want het moet echt anders. Deze meneer, die is ermee begonnen. Klaus Schwab van de World Economic Forum. Hij zegt, er moeten nieuwe kansen komen voor hervorming van de wereldeconomie. Eindelijk. We moeten ingrijpen. De nieuwe wereldorde moet een feit worden, want we redden het niet meer op het lokale niveau, ook niet op het regionale niveau, ook niet op het nationale niveau. We moeten naar het mondiale niveau. En we moeten nou krachtig zijn, ingrijpen. En iemand moet de touwtjes in handen nemen en zeggen, jongens, we gaan het anders doen. The Great Reset. En je doet dat met de computer, als die vastloopt, zeg je even op de reset-knop drukken, dan gaat die uit. En dan ga je opnieuw opstarten. In de hoop dat hij het dan wel doet. Ja. We moeten achter de grote leider aan die het weet, die het kan, die het doet. Die hoop geeft voor deze vastgelopen wereld. Is toch logisch? Ja, dat is logisch. En God heeft het al lang bedacht. En God is al lang begonnen daarmee. Hij heeft al besloten om in te grijpen. The Great Reset. Want het liep al helemaal fout aan het begin. Toen de mensen misbruik maakten van hun vrijheid en zeiden van, en nou die vrucht is toch wel heel erg aantrekkelijk. En die werd genomen en Adam gaf het aan Eva en dat is de ellende. Maar God bedacht niet een plan, hij had al een plan. Weet u, ik geloof niet dat God denkt, God weet. Je kunt God niet verrassen. Ja, dat is een moeilijk probleem. Je bidt en God zegt, moet ik even over nadenken hoor. Hij weet het. En hij had een plan, hij zegt van, en de kop van de slang zal vermorzeld worden. Hier ziet u het. Oh. Eentje verder. Dat noem je de moederbelofte. De kop van de slang van het kwaad zal verpletterd worden. Wel, hoe dan? Nou, en dat werd uitgewerkt. Maar God zegt, het gaat gebeuren. We kunnen hem op zijn woord nemen. En de eerste reset, dat zie je al
bij de zondvloed. God zegt, ik ga overnieuw beginnen. Een wereldwijde vloed. Sommigen zeggen, nee joh, het was een plaatselijke overstroming. Maar het is heel raar dat je overal op de wereld watersporen ziet. Fossielen van zeedieren hoog in de bergen. Hoe kan dat? Ik geloof in een wereldwijde vloed. Maar de generatie die uit de ark kwam, die had het begrepen, had een les geleerd. 8 mensen, maar helaas niet meer. Veel meer mensen die konden in de ark, maar die zeggen dat geloven we niet. Maar elke generatie moet weer tot bekering komen. En het ging nog niet goed. Nog niet goed. En dan slaan we eeuwen over, en dan kom ik in Daniël 2. En in Daniël 2 zien we een droom. Een man die een droom heeft. Nou, ik droom de laatste tijd erg veel, erg vaak. Alleen, ik weet niet meer wat. Ik lig gewoon te warm. Maar deze man zegt, dit is heftig, dit betekent wat. En hij vraagt al zijn wijze mannen, jullie vertellen mij de droom en de uitleg. Nou is even onzeker of hij zelf zijn droom vergeten was. Ik denk, nee, hij test de geleerde mensen, van als jij de droom kan vertellen, en ik weet wat ik gedroomd heb, dan weet ik ook of jij de uitleg juist hebt. Vertel me maar wat ik gedroomd heb. En zegt ze, majesteit, even tussen ons, maar dat is onmogelijk. Dat kan geen mens. Hoe weten wij nou wat u gedroomd hebt? Zeg nou gewoon de droom en dan zullen wij wel zeggen wat de uitkomst is, wat de betekenis is. Nee, zegt hij. Ik zal je dit vertellen, als jij mij niet de droom en de uitleg geeft, dan word je in stukken gehouden en je huis wordt een puinhoop. U snapt dat de geleerde meneer erg gemotiveerd waren om een oplossing te zoeken. Ook Daniël en zijn vrienden hoorden hiervan, waren ook bedreigd. En wat doen ze? Deze 4 mannen gaan 's nachts bidden. En zeggen, God, wij weten het niet. Wij weten het echt niet. Hoe kunnen wij nou weten wat de koning gedroomd heeft? Maar u kunt openbaringen geven. Doe het, Heer. Verheerlijk uw naam. En Daniël ziet het. Hij ziet dit. Een beeld. En dat beeld is samengesteld in 4 onderdelen. Goud, zilver, brons en ijzer en leem. Van boven naar beneden. Dat is geen evolutie. Dat is het tegenovergestelde. Het wordt steeds minder. Het metaal wordt steeds harder. Het metaal wordt steeds waardelozer, minder waard. En het metaal wordt steeds harder. Het is nogal wat. Wat hier gezien wordt door de koning. En als dat beeld er zo staat te staan, dan ziet de koning een steen in de bergen die loskomt zonder mensenhanden. Ineens komt die steen los, die rolt naar beneden en die gooit dat hele beeld omver. Dat hebt u gedroomd. En de koning die kan alleen maar ja zeggen en die ziet het als een bevestiging. En die zegt, en wat is dan de betekenis? En dan gaat Daniël verder. En elk onderdeel van dat hoofd en de romp enzovoort heeft een betekenis, is een koninkrijk. Maar ik wil focussen vanochtend op die steen die losraakt, dat beeld raakt, omvergooit. En dan lezen we in Daniël 2, vers 34. U zag hoe een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hoe de steen tegen de ijzer en leme voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Dat moeten we nou ook zien. Hier. Op hetzelfde ogenblik verpulverde het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Dat hebt u gezien. En wat is dan de betekenis?
Wel zegt Daniël in hetzelfde hoofdstuk, vers 44. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam en het ijzer, het brons, het leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. De koning staat paf. Dit is het. Want hij was verontrust. Hij kon niet slapen. Hij dacht van, ja, maar hoe gaat het na mij? Wie zit er op mij te azen? Wie wil mij van de troon stoten en is de volgende? Hoe gaat het verder? Nou zo. Zo gaat het verder. Er zal een revolutie plaatsvinden. Een reset. Al die koninkrijken, ze zullen allemaal verdwijnen. Alle koninkrijken van de wereld zullen vervangen worden door één eeuwig koninkrijk. Niet langer het rijk van het beest, de draak, de oude slang, de valse profeet, de antichrist, de duivel, de Satan, maar van het lam. De hoogste heer en koning. En de macht van mammon en de handel en de economie en van de legers. En al die koninkrijken, keizerrijken, dictaturen, republieken. Het is gedaan. Ze zullen aan de kant geschoven worden. Dat is Gods plan. En dan is de volgende vraag, ja, hoe is het met Israël in dat plan? Past dat in dat plan? Nou, u ziet hier een tijdlijn hieronder. Het is van 2000 jaar voor Christus naar 2000 jaar na Christus. Het is een beetje klein, maar die blauwe streepjes, dan is Israël zelfstandig. Dat is maar heel kort. En heel vaak is Israël overruled. Zijn er andere machthebbers die de lakens uitdelen. En stelt Israël eigenlijk niks meer voor. De glorietijd van David en Salomo, het was maar zo kort. En daarna waren er weer nieuwe machten die het land hebben platgelopen. Wat is de rol van Israël? Is dat uitgespeeld in het alles? Is Israël dat nieuwe koninkrijk? Ik denk het niet. Maar de rol is niet uitgespeeld. Ik zie hier een t-shirt. En op de achterkant staat, aan de linkerkant, een kolom van allemaal naties van die het volk Israël hebben overwonnen. Maar rechts zat een kruisje. Ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer. Israël bestaat nog steeds. Dat is een godswonder. Niet omdat ze zo sterk zijn. Ze hebben een sterk leger nu. Niet omdat ze zo slim zijn. Een heleboel Nobelprijswinnaars zijn er onder de Joden. En dat mag waar zijn. Niet omdat ze allemaal zo rijk zijn. Er zijn rijke Joden. Maar omdat het zit, het geheim, in het woordje El. Lettergreep El. Israël. El. Elohim. Kom je aan dat volk, kom je aan God. Elohim betekent God. Dat is een les die deze volken wel geleerd hebben. Is dat zo? Is dat nieuwe koninkrijk Israël? Nee, dat denk ik niet. Het gaat om de Messias van Israël. En die brengt al die mensen die de Messias volgen en eren en geloven, één. Bijeen. God heeft een plan. Hij gaat het resetten. Aan de kant met al die koninkrijken. En nu het enige onverwoestbare koninkrijk van mij. Zo gaat het gebeuren. En dat is wel verrassend. Hoe heeft hij dat plan dan uitgewerkt? Nou, eigenlijk is het onvoorstelbaar. Dit bedenk je niet. Dat is typisch God. Het gaat helemaal anders. En de grote lijnen ging het zo. Want er waren twee onbetekenende vrouwen en die waren zwanger.
De ene was Elisabeth, een oude vrouw, en de andere Maria, een jonge vrouw. De een was veel te laat zwanger en de ander was veel te vroeg zwanger. Ze treffen elkaar, het is familie en ze kunnen er niet over uit. En dan gaat Maria zingen, de lofzang van Maria. En daar zie ik een stukje van de Great Reset in de lofzang van Maria. Echt waar. Dan staat er in Lucas 1, vers 51. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm, drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van de troon, en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan zijn voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn geslacht tot een eeuwigheid. En dit is net de omgekeerde wereld. De sterken worden weggegooid, aan de kant geschoven, en de zwakken. Niet de survival of the fittest, maar de survival of the weakest. Die kinderen in China. Ja, moet je daar de oorlog mee winnen? Die zijn verstandelijk gehandicapt, lichamelijk gehandicapt. Dat wordt niks. Wie heeft er visie voor? Moet je dat mensen noemen? Ja. En de christenen zeggen, ja, dat is hun God, zo gaat dat. Maria heeft het gezien, zo werkt het. Nou, en toen werd het kerst. En dan komt God zelf, hè. Hij komt in onze wereld. En dat stel ik me zo voor. Nou, je had dus een hele grote regenboog, niet zo, maar zo. Helemaal rond een cirkel en daaruit kwam een soort drone naar beneden. En langzaam landde die drone. Drone, dat een soort helikopter-idee. En er kwamen dan zwaar bewapende bodyguards natuurlijk. En dan stapt er een persoon uit die drone, die stapt eruit en die gaat naar een zwaar bewapende, bomvrije limousine. Zo stel ik me dat voor, hè, met 12 centimeter dik staal als panzer. En dan uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur. De meest luxe uitvoering van die auto's. Wauw, wat is dit? En dan rijdt hij onder tromgeroffel, begeleid met een leger koperblazers en militair eerbetoon. Compleet met saluutschoten naar de hoofdstad natuurlijk, naar zijn paleis natuurlijk, waar de vlag in de top al wappert en gekleed in een verblindend gewaad met medailles en strepen en sterren, schrijdend over de rode loper op een marmeren trap, neemt hij plaats op een schitterende puur gouden troon. Oh jongen, dat is kippenvel. Kerst, dacht ik. Maar, ja, kerst, nou nee, zo ging het niet helemaal. Het ging zo helemaal niet. Totaal anders. Ergens, achteraf, in een uithoek van het gigantische, indrukwekkende Romeinse Rijk. Voor iedereen totaal onverwacht. Werd heel kwetsbaar. Een ongehuwde, onervaren tienermeisje, moeder van een baby, een jongetje, op een voor haar en haar verloofde totaal onbekende locatie. Een baby. God komt in de vorm van een baby. Hallo, een baby kan niks, alleen vuile luiers maken. Hoe kun je daar de oorlog mee winnen? God spot ermee, zegt, ja, dat doe ik. Dat is mijn methode, mijn manier, een baby. En dan niet in een kraamhotel, zonder een kraamhulp, met een geïmproviseerde wieg. En zonder bekend kraambezoek, geen kerstfranje van witte sneeuw, kerstversiering, groene takken, warmte, luxe, gezelligheid. Nee, forget it.
Onbekende, niet al te frisse herders komen op kraambezoek. En later occulte magiërs in the middle of the east. Er is een kindeke geboren op aard. Ja, hè? Er zijn miljarden kindertjes geboren op aard. Maar de koning van de Joden, Herodes, schrok zich te pletter. Wat, wie, waar? Ah, een concurrent. En hij nam direct maatregelen. En zo jong als die baby was, moest de baby vluchten. De koning vluchteling. Maar ik sla wat over, want als een gewone Joodse jongen op de achtste dag werd hij besneden in de tempel in Jeruzalem. En dat was doodnormaal. En ze brachten een offer, dat moest. Ze brachten twee duifjes, twee dortelduifjes. En dat is typisch voor armen. Hallo? Hij was het toch? Is hij het? Ja, dortelduifjes, sorry, er is niet meer. Maar er waren twee mannen, nee, één man en één vrouw, oudere mensen, Simeon en Anna. En die zeiden, dit is hem. Hier hebben we op gewacht. Ik vraag me af, u ook? En die andere mensen dan? Ik kan me voorstellen dat het bomvol was met mensen, hele drukte op dat tempelplein. Maar slechts twee mensen wisten, dit is hem. Hier hebben we op gewacht. Ze waren door de Heilige Geest geleid. En Anna was ook een profetes. Ze was een weduwe. En weet u, in 400 jaar was er niets gebeurd. Waar is God? Hallo, waar bent u? En God was niet de afwezige. Hij was de verborgene. Ik heb een plan. En ik ga door. The Great Reset, het gaat gebeuren. Maar wel op mijn manier. En het is verbazend, het is verrassend. Zo? Met een baby? Ja, met een baby. Deze oude Simeon. Deze Anna. Wisten het. Waren ervan overtuigd. Dit is hem. Wat zag je voor bijzonders aan die baby dan? Ik weet het. Van binnen. De Heilige Geest zegt me. En nu kan ik rustig slapen. God, u gaat door met uw belofte. Om de kop van de slang te vermorselen. Ja. Maar hij moest wel vluchten naar Egypte, zo jong als hij er was. Solidair met 83 miljoen vluchtelingen die ook moeten vluchten. En wat gaat hij dan doen? Daarna, als de kust veilig is, gaat hij naar Nazareth. Wie gaat er nou naar Nazareth? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat is een berucht gehucht, hoor. En God zegt, ja? Lachen, hè? Bespottelijk. Dat is mijn plan. Ga maar in Nazareth. En daar is hij gaan wonen. En toen hij zo'n 30 jaar was, toen begon zijn bediening, heeft hij onderwijs gegeven over de Great Reset. En nou gaan we het anders doen. Op mijn manier. Met mijn koninkrijk. En dat gaat tegen het keizerrijk van Rome in. En de grondwet van het koninkrijk is de bergrede. Mag ik je even feliciteren, losers? Als jij vervolgd wordt, moet lijden, dan mag ik je nu feliciteren. Dan ben je zalig. Huh? Mensen, dit is revolutionair. Dat doe je toch niet? Ja, God wel. Prachtige beloftes voor losers. En dan gaat het verder, hè. Het gaat naar een climax. Want dan heeft hij zijn intocht in Jeruzalem. De hoofdstad. En hoe? Op een ezel. Op een ezel. Dit moet hem met een paard natuurlijk. Nee, hij doet het met een ezel. Niet als keizer Marcus Aurelius. Op een ezel. Niet als keizer Napoleon. Wit paard, stijgerend. Niet als koning Willem II. Hoogtepaard. Een ezel. Kom op. Ja, mag ik? Zeg God, het is mijn plan en ik ga het op mijn manier uitvoeren.
En dan komt hij Jeruzalem binnen en dan gaat het naar een climax. Ik moet even terug. Dan doet hij iets wat je niet doet. Voeten wassen. Hallo. Ja, dat hoort bij mijn great reset. De grootste wordt de dienaar. Hij doet het slavenwerk. Als ik het gedaan heb, dan horen jullie dat ook zo te doen. Nou, toen ging het helemaal fout, hè. Toen ging het helemaal fout. Het ging naar een dieptepunt. Het ging naar de kruisiging. En één man zei, dat is hem. Dat is hem. En die andere zei, hou je kop. We ondergaan hetzelfde lot. We hangen hier alle drie aan een kruis. Hoezo dat is hem? Hou je mond, dit is die Jezus. Je moet het maar zien. Totale vernedering, omdat hij uitermate verhoogd zou worden. En hij is opgestaan uit de dood. Dat kan helemaal niet. Wie bedenkt zoiets? Nou, en dan gaat het verder. Ik ga een grote stap, hè, dat plan doornemen. En dan zijn we in Handelingen. En Handelingen begint in Jeruzalem. Maar hoofdstuk 28, het slot van Handelingen, zijn we in Rome. Rome, hey, het vierde beest, nee, het vierde onderdeel van dat beeld. Het Romeinse Rijk. En de christenen die hebben heel veel moeten lijden onder Rome. Maar waar is Rome, het Romeinse Rijk? Het ligt al lang achter ons. Maar die steen die groeit. Ik vergelijk het maar met de sneeuwbal die van de berg afrolt. En die steeds groter wordt en die de hele wereld omvangt. Inderdaad, met heel veel lijden. En Jezus zegt nuchter, als ze mij niet gespaard hebben, zullen ze jou ook niet gaan sparen. Een revolutie. En het christendom is in feite de grootste wereldgodsdienst geworden. Die steen die groeit maar. En er zit heel veel ongerechtigheid nog in. Zwarte bladzijden waar we voor ons moeten schamen, helaas. Maar ik denk dat dit het is. Nou, er volgt geen staatsgreep door de christenen. Wereldwijd. En de joden die christen worden, mogen joden blijven. Handelingen 15. Maar het koninkrijk dat groeit tegen de verdrukking in. En van alle koninkrijk geldt opgaan, blinken en verzinken. En dan komt er weer een nieuwe wereldmacht. En een nieuwe, en een nieuwe. Ja, zo gaat het al even door. Maar dit koninkrijk dat blijft, is eeuwig. Dat groeit, zal alles aan de kant schuiven en alles overrompelen en innemen. Dat koninkrijk is compleet tegendraads. Dat doe je toch niet? Dat kan toch niet? Werelds gezien. Maar gehandicapten, outcasts, hoeren, tollenaars, kinderen, zij gaan je voor in dat koninkrijk. Ja, zo werkt dat. En om in dat koninkrijk te komen, moet je eerst, hou je vast, dood. Dood. Je moet sterven aan jezelf, zegt Jezus. Het principe van de graankorrel, die moet sterven voordat die vrucht kan voortbrengen. En dat kun je symboliseren door jezelf symbolisch te laten verdrinken, letterlijk, in het watergraf. Je moet dood. En dan gaan we pas beginnen. En Paulus zegt, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is toch absurd, dat is toch raar. Maar dit zijn de principes van Gods koninkrijk. Een reset op Gods manier. Nou, de wereld die staat op zijn kop. En die, nee, die stond op zijn kop, ja, en die wordt nou rechtgezet door dat koninkrijk van God, door die herstart, door die reset. En dan is kerst als D-Day, Decision Day. We gaan het plan uitvoeren. Ja, maar is het zeker van overwinning? Victory?
Jazeker. En de tweede komst van de Heer Jezus zal heel anders zijn. Ik geloof in dat eeuwige koninkrijk. Daar ga ik voor. Ik ben van het koninkrijk der Nederlanden. Maar ook van dat koninkrijk van God. Wat er is, wat komt, wat zich uitbreidt. En dit is Gods methode. En eerst zullen we nog wel te maken hebben met nog meer duisternis, nog meer verwarring en paniek en van rampen en zwarte nachten. Hoe moet het verder? En de tegenstander zal zich opwerpen als de verlosser, de antichrist, in de plaats van Christus. En er zullen valse Christussen komen. Jezus heeft het al voorspeld. Wees nuchter, het gaat gebeuren. Maar ik kom. Let op mij. Loop niet achter de verkeerde aan. En dat mogen we voor ogen houden in het nieuwe jaar 2022. Het gaat naar een climax. En God volvoert zijn plan. Hij heeft het laten zien. Hoe? Dat beeld gaat eraan. Die steen is al losgeraakt. Niet door mensen, door een goddelijke interventie. En het zal een happy end worden. Tenminste, als je ingelijfd bent in dat koninkrijk. Mensen, we leven in serieuze tijden. Lees de krant, lees Gods woord, vergelijk het en stel je hoop op de Heer Jezus Christus die betrouwbaar is. Hij is betrouwbaar. Geloof hem en voeg je in dat koninkrijk. Bewust. Niet zomaar, het zal wel, maar doe een bewuste stap als je dat nog niet gedaan hebt. Om te zeggen, Heer Jezus, ik wil bij uw koninkrijk horen. Het is absurd. Ik kan het niet bedenken dat u zo dit plan hebt gedacht. Door zwakheid krachtig geworden. Zo tegendraads. Zo revolutionair. Maar zo is het gegaan. Mag ik de muzikanten vragen om naar voren te komen? En dan gaan we bidden. Zullen we samen bidden? Kom, laten we aanbidden die koning. Heer God, wat een bizar plan, wat tegen ons verstand ingaat, tegen de wereldse principes. Als we dat kerstverhaal voor het eerst laten inwerken, dan bedenk je niet. Het is verrassend, het is revolutionair, tegendraads. De koningknecht die zijn leven heeft afgelegd. En zo gaat het. En u wilt dat wij met u, de koning van alle koningen, mogen regeren. Ook volgens uw plan. En ook volgens uw principes. En die principes van het koninkrijk mogen we ons nu al eigen maken. Hoe denkt u? Hoe wilt u het hebben? Dank u wel voor uw woord. Voor de bergreden, voor uw onderwijs, voor de ontvouwing van uw plan. Dank u wel, Heer, dit is betrouwbaar. En wij mogen inhaken. Wij mogen lid worden van dat koninkrijk. Door onszelf aan te bieden. Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij gekomen bent, gestorven bent. Voor al mijn rottigheid, mijn zonde. En alleen zo, door ons te vernederen en u groot te maken, door onszelf weg te cijferen, te verdrinken, willen we leven voor u, want in u geloven we. Wij vestigen ons vertrouwen op u. Hoe het allemaal verder moet, de details van het plan, we zullen het gaan zien. En achteraf zullen we moeten concluderen, het is precies zoals u hebt gezegd. Het klopt precies. Dank u wel voor uw woord, wat is als een kompas wat betrouwbaar is. Zoals u zelf betrouwbaar bent. The Great Reset, ga door, Heer. Want wij hebben al lang bewezen het niet te kunnen, niet te weten. Maar dank u wel dat u deze wereld niet in het heelal wegschopt en ergens anders begint. Maar dat u volhardt aan uw plan.
en dat de kop van de Satan, van de slang, vermorzeld zal worden. U bent overwinnaar. Amen. Amen.